Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Professor Layton en de erfenis van de Azeraan. In deze aflevering gaan wij natuurlijk verder naar het zoeken van Azeraanse eieren. Dat gaan we nu doen in dit scherm. Als het goed is kunnen we nu een volgende locatie zoeken. En namelijk eiland. En volgens mij is eiland mijn favoriete... Ja, dit is volgens mij mijn favoriete landje waar we naartoe kunnen. Dan gaan we naar Popeño's zoeken volgens mij. Sowieso vind ik altijd sfeer van zulke eilanden met palmbomen altijd vet. Net als daarom dat Mario Sunshine ook zoveel van Mario Sunshine houdt van die game. Dat het op zo'n eiland is, zeg maar, al gewoon een lekker gevoel. Laten we geen voorbarige conclusies trekken. We zullen ons onderzoek hoe dan ook op het land moeten beginnen. Dit eiland is echt adembenemend. Het is net alsof ik naar een aanzichtkaart sta te kijken. Inderdaad, Emmy zal ongetwijfeld regelmatig haar fototoestel grijpen. Er lijkt geen einde aan de oceaan te komen. Ik voel me er zo klein door, maar tegelijk erg kalm. Is dat vreemd? Is dit een nieuwe ervaring voor je, Aurora? Ik kan het mij niet herinneren, dus ja, dat is zeker mogelijk. Je zou eens moeten proberen te zwemmen, dat is echt ontzettend leuk. Wellicht is het een goed idee om zwemkleding te kopen nu we hier toch zijn. Ik vraag me af of ze ook badmutsen hebben in de vorm van een hoge hoed. Lol. Maar goed, die meneer daar ziet eruit alsof hij vandaan komt. Laten we kijken of hij iets over het ei weet. Oeh, nepkoraal. Ojo. Een vis, meneer. Oeh. Kijk, hintmuntjes, daar houden we van. Die vlinder had ook een hintmuntje, oké. Okay. Zo, 3 hintmuntjes al. Daar ben ik blij van. En rek en strek. 1, 2, 3 en hou vast. 1, 2, 3. Pardon, meneer. We vroegen ons af of u misschien ergens mee zou kunnen helpen. Hey, hola, chico. Ik ben Javier. Javier. Maakt niet uit. Hoorde ik je zeggen dat jullie op zoek zijn naar het grootste avontuur van jullie leven? Nee, dat heb ik niet gezegd. We zoeken een geraffineerd eivormig object. Heeft u zoiets toevallig gezien? Oh, je bedoelt de Popeño. No? Je bedoelt de Popeño, no? Natuurlijk. Gaat u maar naar de markt. Daar zult u wel vinden wat u zoekt. Een Popeño? Geweldig! Dit onderzoek zou wel eens eerder afgelopen kunnen zijn dan we dachten. Wie het eerst op de markt is, Luke. Zou het schip een puzzel zijn? Nee, natuurlijk niet! Best wel veel eieren hier, hè? Wat is hier aan de hand? Overal liggen eieren. Ik geloof dat we iets wat te vlug zijn uitgegaan dat er maar 1 Popeño bestaat. Gelukspopeño, aardbeienkwarkpopeño, verrassingspopeño. Er zijn er zoveel. Weet jij welke de echte is, Aurora? Sorry, ik kan voelen dat de aurasteen zich ergens op dit eiland bevindt, maar ik kan zijn exacte locatie niet bepalen. Hoe kunnen er dan zoveel zijn? Het kan geen toeval zijn dat men hier souvenirs verkoopt die zo'n sterke overeenkomst vertonen met de Azeraanse eieren. Ik vraag me af waar het woord Popeño vandaan komt. Wellicht kunnen we de inwoners ons daarmee verder helpen. Oké. Monies. Oh ja, die duw, die komt me nog wel bekend voor. Benny. Joe, welkom op Sangrio. Neem hier een Popeño. Nee, dank je. Wat? Kom op, natuurlijk wilt u er een. Echt wel.
Mijn pomponjo's steken meters, nee kilometers, boven de anderen uit in kwaliteit. Kijk eens naar dat vakmanschap. Nou. Jullie horen van pomponjo's. Jullie willen pomponjo's. Jullie zijn net zo gek op pomponjo's als ik. Weet je het zeker? Ik geloof niet dat wij... doe nou niet zo vervelend. Natuurlijk houden jullie er wel van. Als je een pomponjo koopt, verspreid je liefde en blijdschap. Hey, ik denk dat dat precies is wat jullie nodig hebben om opgevrolijk te worden. Mensen komen van over de hele wereld om deze dingen te kopen. Zo'n kans krijg je maar één keer in je leven. Luister niet naar hem, Aurora. We zijn hier voor de Aurasteen. Laten we ons daarop concentreren. Wat? Ik weet niet eens wat dat voor ding is. Ik ben een koopman, geen geleerde. Ik ben maar een simpele koopman in een maf konijnenpak. Salut! Ik zag jullie al een tijdje doelloos rondlopen. Zijn jullie toeristen? Op een zekere manier wel. En u, mevrouw? Pas du tout. Ik ben Martine, een volwaardig bewoner van Sangrio. Mijn excuses. Wel nu, Martine. Nee. Kunt u ons wellicht iets vertellen over de pomponjo's? Die souvenirs, wat is daarmee? Nou, ten eerste, waar komen ze allemaal vandaan? Jullie weten hoe ze zo populair zijn geworden. D'accord. Nou, ik ben pas sinds een kort een volwaardig inwoner van Sangrio, dus misschien ben ik niet de juiste persoon om dat aan te vragen. Oh, juist. Maar ik ken wel iemand die jullie misschien wel kan helpen. Een goede vriendin heeft daarboven aan de trap een kraampje. Haar familie woont hier al heel lang, dus zij weet vast meer. Maar willen jullie niet lekker rustig doen en ontspannen? Kijk eens rond, geniet van Le Soleil. Ik denk dat we ons elleboogsgewijs door de menigte werken om kraampjes te bekijken tijdverspilling is. Ik stel voor om die vriendin van Martine op te zoeken. Mijns inziens is dat productiever dan verdwalen in een zee van pomponjo's. Daar ben ik geheel mee eens. Laten we gaan. Zo. Nice, een muntje. Weinig puzzels in de buurt. Nice. Oké, nou. Laten we maar hierheen gaan dan. Kijk, een muntje. Oh. Nice. Dat is het fijne aan nieuwe plekken om te zoeken. Nice. Nou. Hey, een puzzel. Traditionele pomponjo broodjes. Ze gaan twee keer zo snel als warme broodjes over de toonbank. Het ruikt lekker. Oh, hola. Wilt u misschien een van de lekkerste pomponjo broodjes in heel Sangrio proberen? Slechts één hapje en u bent zo blij als op de gelukkigste dag van uw leven. Nou, vooruit. U heeft me overtuigd. Weet u, ze zijn zelfs nog lekkerder als u de smaak versterkt met deze puzzel. Laten we dat doen. IJs en voor ijsjes. Je werkt in de ijssalon en hoort een kieskeurige klant tegen zichzelf mompelen. Kun jij het ijsje maken wat hij wil? Ik wil die smaken aan de uiteinden niet onderop hebben. Oké. Is C chocola? Bleh, ik haat chocola. Oké, we moeten C niet gebruiken. Ik wil in het midden een smaak uit de tweede bak van links of rechts. Oké. B is toch vanille? Ik wil een van de smaken die daarnaast ligt bovenop hebben. D is pistache, die gaat niet in het midden. Even kijken. Ik wil in het midden een smaak uit de tweede bak van links of rechts. Alleen D is pistache. Die mag sowieso niet in het midden.
Dus dan moet deze spikkelijs moet in het midden. Dan weten we dat in ieder geval alvast. Smaak aan het uiteinde mogen niet onderop. Dus dat is goed om te weten. Dus dan is het sowieso pistache onderop. Want hij haat chocola. Even kijken. En dan... ik wil de smaak aan het uiteinde niet onderop. Dat is goed, ja. Beest of vanille. Ik wil een van de smaken die daarnaast ligt bovenop hebben. Nou, sowieso niet chocola. Dus dat is een aardbei. Dit is hem. Tijd om te laten zien wat ik in huis heb. Hot vlot. Mijn zelfgemaakte broodjes zijn tegenwoordig heel populair bij toeristen. Wist u dat er zelfs een artikeltje over staat in de Wereldcourant? Het is zeer indrukwekkend. Hoe wist u dat u zulke lekkere broodjes zou kunnen maken door de ingrediënten te combineren? Oh, ik ben niet degene die het verzonnen heeft. Dat was mijn overgrootmoeder. Van mijn vaders kant. Mijn familie volgt de Poponjo-traditie al vele generaties. Als ik ooit trouw en kinderen krijg, zal ik hen er ook over leren. Dat is al best lang. Ja, hè? Het staat allemaal in een boek. Hoe heet het ook alweer? Ah, si. Van Noponjo tot Poponjo. Daar zat alles in over de geschiedenis van de Poponjo's. Een prachtig boek. Het was een echte bestseller. En daarmee bedoel ik dat het heel goed verkocht. En daarmee bedoel ik dat het is uitverkocht. Lol. Maar u heeft het zelf zeker gelezen, toch? Dan kunt u vast wel vertellen of er een Aseraanse ruïne is op het eiland. Ruïne? Nee, sorry. Ik kan me niet herinneren dat er iets stond over ruïnes. Helemaal niets? Oh nee, ik voel me nu schuldig. De Poponjo-traditie hoort liefde en blijdschap te verspreiden. Misschien kunt u het eilandengroep eens proberen ten zuiden van hier ligt. Oh, dank u, maar dat helpt ons geloof ik niet verder. Nou, dat broodje was in ieder geval erg lekker. Dus het was niet helemaal vergeefse moeite. Gracias. Als u meer wilt, komt u maar langs. Toegegeven, ik had niet verwacht dat de Poponjo een dergelijke uitgebreide geschiedenis had. Maar professor, die geschiedenis maakt het alleen maar moeilijker om het echte ei te vinden. We vinden het wel, Emmy. Maak je maar geen zorgen. Inderdaad, Aurora. Met pessimisme komen we niet verder. Ons onderzoek is nog maar net begonnen. We hebben nog de hele dag voor ons en we moeten veel informatie vergaren. Ik hoop dat we nog een keer een pauze kunnen nemen om meer broodjes te eten. Natuurlijk, dat doen we altijd. Even om me heen kijken. Ook een aantal katten al gezien op dit eiland. Hoe staat hier opeens deze Flapdro? Hé jongens, vanwaar jullie zure gezichten? Ik ben niet zuur. Oh, is dat zo? Nou, ik vind jullie wel wat mat uitzien. Maar misschien komt dat door mijn zonnebril. Ah, apropos. Oké, wat? Gaat Leten opeens Spaans praten? Apropos, we zijn zo druk bezig geweest met ons onderzoek dat we niet eens een fatsoenlijke maaltijd hebben gehad. Het verbaast me dat Luke ons daar niet constant aan heeft herinnerd. Helemaal met al dat gepraat over eieren. Wellicht moeten we even pauzeren om weer energie op te bouwen. Zei je nou dat jullie iets aan het onderzoeken zijn? Echt? Wat dan? Nee, wacht. Dat mag ik vast niet weten. Maar hey, als jullie hulp nodig hebben, geef jullie maar een geel. Ome Bud helpt graag. Als jullie iets over het eiland of een van de bewoners moeten weten, dan kun je er donder op zeggen dat ik de info heb. Dat klinkt allemaal erg gul, Bud, maar ik vermoed dat u dan van ons ook een gunst verwacht. Tja, wat zal ik zeggen? Ik ben een open boek. Sla me open op pagina 32 en bam, kijk, een puzzel waar ik je hulp bij nodig heb. Een puzzel. De Botenbouwer 2. Oké. Een botenbouwer heeft de opdracht gekregen om 6 boten te bouwen. Voor elke boot heeft hij 10 boomstammen nodig. De botenbouwer gaat naar de houtwerf en de houthandelaar vertelt hem dat hij de stammen per 4 aangrenzende pallets moet kopen. Oké. En dat niet alle pallets hetzelfde aantal stammen hebben. Kun jij de botenbouwer helpen door het timmerhout op te delen in 6 ladingen van 4 pallets met elke 10...
elke 10 stammen. Oké. Ja, die 5 kunnen nooit bij elkaar. Even kijken. Is dit... Ja, dit is 10. Dus dit zou even wel kunnen. 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 Oké, dat was echt heel simpel. Dit was echt heel simpel. Moeilijk! Nou, geef nu maar jouw informatie. Niet slecht. Nou, ik ben een man van mijn woord. Ik zie jullie snel bij Bud's Bar and Grill. Dan geef ik jullie een rondje ijskoude limonade van de zaak. Oh, we kunnen oversteken. Als dat nog geen uitnodiging is, zullen we? Zo. Hintmuntje. Deze bar ziet er wel goed uit. Deze lobster wordt opgegeten. Nice. Toucanen is er ook. Oké. Allereerst heet ik jullie zonnig welkom op San Grio, het eiland van de Cirkel der Harmonie. De Cirkel der Harmonie? Wat is dat? Weet je dat niet? Mooi, ik vind het een prachtig verhaal om te vertellen. De Poponio, die noemen ze de brenger van blijdschap. Pardon? Kunt u ons, voor u van wal steekt, wellicht vertellen wat de populariteit van deze Poponio's heeft veroorzaakt? U bedoelt dat u wilt weten hoe ze zo Poponio-lair zijn geworden? Wauw. Dat mag u zeker, meneertje. Ziet u, de Poponio's zijn modellen gebaseerd op een eeuwenoude artefact, dat klopt, dat is die steen. Dat is eigenlijk de oorspronkelijke Poponio. Dat moet het ei zijn. En waar is het artefact ontdekt? In een grot aan de andere kant van het eiland. De ingang is maar een paar keer per jaar te zien bij uitzonderlijk laag water. Ik weet wat jullie denken, gaan jullie levens nou niet op het spel zetten, jongens. Alles van waarde is al lang weggehaald. Dus mijn gevoel dat jullie achter Poponio numero uno aanzitten is correct. Correct? Correct. Nou, als jullie hem echt willen, zullen jullie de regels moeten volgen. Kijk, iemand die hier op het eiland heeft de echte Poponio. Maar nou komt het. Niemand weet wie. Het is een bijzondere traditie in San Grio. Hij wordt doorgegeven op het hele eiland en verspreidt overal liefde en blijdschap. En voor, jullie, voor het geval jullie het nog niet door hadden, daarom noemen we het de Cirkel der Harmonie. Zie je? Zo is de cirkel weer rond. Bedoelt u dat er een kans is dat iemand hem aan ons geeft? Jazeker, jochie. Maar hij mag niet zomaar aan de eerste beste persoon worden gegeven. Het volgt een bepaald patroon. Dus we zullen het patroon moeten doorzien, zodat we de echte Poponio kunnen onderscheppen? Correctamundo. Oh shit, ik heb hem doorgeklikt. Wat? Echt? Aan wie heeft u hem gegeven? Rustig aan, jochie. Regel nummer uno van de Cirkel der Harmonie. Geen namen noemen. Dus wij moeten erachter zien te komen door laag en logisch na te denken. Interessant. Weet je, ik ben een aardige fan, dus ik zal jullie een hint geven. Ik heb de Poponio gekregen van een klant. En meer zeg ik niet. De rest is aan jullie. Maar niemand leek maar iets van de echte Poponio te weten toen we daarnaar vroegen. Nou, misschien pakken jullie het verkeerd aan, kereltje. Zeg maar dat jullie op zoek zijn naar harmonie. Dan willen mensen vast meer zeggen. Juist ja, dus de Cirkel der Harmonie verdient zich... bedient zich als een soort codetaal. Dit begint spannend te worden, professor. Kunnen we gelijk beginnen?
Ja, ik denk dat we voldoende hebben gerust. Het is hoog tijd dat we ons onderzoek voortzetten. Dat lijkt me ook een goed idee. Oh jee, Targent. De baas zei toch dat hij alle Azraanse eieren wilde hebben? Nou, ik denk dat we een grote tas nodig hebben. Kivit, ze zijn duidelijk niet de echte. De meeste waarschijnlijk niet, nee. Maar hoe weet je dat de echte er niet tussen zit? Maar dan nog, we gaan het echte ei echt niet sneller vinden door ze allemaal in een grote zak te stoppen. We zouden gewoon niet weten of we dan of we de echte hebben of niet. Nee, we zullen voor een ander één voor één moeten controleren. Oh ja, dat is eigenlijk wel ook wel logisch. Dit ei is nep en dat daar ook. En dat ei heeft een hoge hoed op, dus die moet wel nep zijn. Wat, een ei met een hoge hoed? Hallo heren. Ik word gewoon beledigd hier. Oh nee, heb je hem ook weer? We weten dat jullie die eieren zoeken, maar het ei op dit eiland gaan jullie niet te pakken krijgen. Precies, als wij hem hebben gevonden, krijgen jullie ons nooit te pakken. Ik heb namelijk een groep 2 van de basisschool een eierrace gewonnen. Niemand rent zo hard met een ei in zijn handen als ik. Lol. Kivit, goede genade. Een bijzonder stel, die twee. Nou, professor, de race om wie het ei het als eerst heeft gevonden, is begonnen. Ja, maar om die race te winnen, zullen we aanwijzingen moeten vergaren bij de inwoners van Sangrio. Gelukkig duurt het niet lang om van de ene naar de andere kant van het eiland te lopen. Oké, misschien komen we zelfs diegene die het ei heeft tegen. Je kan via meer recanten. Maar dan gaan we de volgende aflevering doen. Ik wil jullie bedanken voor het kijken van deze aflevering. Vond je dit nou een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Zie ik je bij de volgende aflevering van Professor Layton en de erfenis van de Azraan. Adios, amigos.